You have to tell gay men to stop having sex. Sorry, what? Zomer. Desondanks is musicalworld.tv er nog steeds. Onze eerste zomerreportage gaat over The Normal Heart. Niet eens een musical, maar met een hoog musicalgehalte. Denk aan Freek Bartels, Kevin Hassing en Henriette Tol. En wat te denken van de hoofdrolspeler van de Broadway revival van The Normal Heart? Dat was Joe Mantello, niemand minder dan de regisseur van Wicked. Yo. Ja, ik ben er klaar voor. The Normal Heart gaat over een man, Ned Weeks, gespeeld bij onze Frederik Bron, die geconfronteerd wordt met AIDS in de beginperiode van de ziekte, waarin niemand wist wat het was, het ook nog helemaal geen naam had. De jaren 80 in New York. En het was een vreemde ziekte die opeens om zich heen ging waren. En hij kwam eigenlijk alleen maar mensen tegen die en niks wisten en niks wilden weten. En werd uiteindelijk ook in zijn privéleven geconfronteerd. En wat je volgt is grotendeels zijn leven, de mensen om hem heen, die geconfronteerd werden met iets waarvan ze helemaal niet wisten wat het was en hoe ze ermee om moesten gaan. Ja. En daarna zie je ook zijn kweesten om iedereen ervan te overtuigen dat ze het serieus moesten nemen, dat ze er iets aan moesten doen en dat ze voor hun eigen identiteit moesten gaan staan. Het klassieke heldenverhaal, eerst een eenling, een onwillige massa en steeds meer mensen om zich heen zien te winnen. Ja, en toch ook het klassieke verhaal van iemand die als eerste de deuren openbreekt en daar niet heel veel vrienden mee maakt, maar die uiteindelijk in retrospect met terugwerkende kracht bijna het meeste gedaan blijkt te hebben wat er is. There are going to be a lot of mamas flying into town, not understanding why their sons have suddenly upped and died from pneumonia. Je rol, Freek, als Felix. Ja. Wie is Felix? Felix is een jonge modejournalist bij de New York Times. Uit de kast, maar niet heel erg openlijk homoseksueel. Ook uit angst voor zijn eigen baan. En laat niet iedereen in zijn omgeving weten dat hij op mannen valt. En ik kom in aanraking met Frederik Brom, zijn karakter. Omdat hij bij mij aanklopt. Ja. Om bij de New York Times binnen te kunnen komen en aandacht te vestigen op de AIDS-problematiek. Wat is Bruce in het stuk? Hij is de ex van Ned Weeks. En Ned Weeks is de hoofdrol. Dus de man, Frederik Brom. Ja, die volg je eigenlijk 2 uur in zijn strijd. En ik speel zijn ex en nu een vriend. Die de voorzitter wordt van zijn bestuur. Mm-hmm. Er is een organisatie die hij opricht en er moet een bestuur bij. Mm-hmm. Dat is allemaal politiek en ik word daar de voorzitter van. En ik moet die boel een beetje gaan leiden in die zin. Ja. Alleen zit ik nog half in de kast. Dus ik schaam me een beetje voor mijn homoseksualiteit, zeker ten opzichte van mijn baan. Ik werk bij een grote bank en ik doe daar moeilijk over. Dus ik ben de voorzitter van een stichting die zich inzet voor homorechten, terwijl ik nog niet helemaal uit de kast ben. Ja. Dus dat is mijn strijd. Net, mijn broer is dus homoseksueel, ik niet. En dat is al wel meteen het grootste verschil eigenlijk. En de reden tot de broedertwist. En hij klopt bij mij aan. Hij zegt van ja, we hebben juridische bijstand nodig. Ik ben advocaat. Mm-hmm. Van een gerenommeerd, groot, chic, bobo-achtig advocaatkantoor in New York. Ja. Vol met glanzende hetero's. En hij zegt ja, ik heb juist jou nodig om mijn strijd eigenlijk extra credible te maken. En, in het begin denk ik van ja, maak je je nou niet een beetje te druk? Ik reageer eigenlijk heel erg zoals, ik sta eigenlijk heel erg voor de heteroseksuele man. Ja. Met macht en gezag. Ja. En dus ik reageer precies zoals die mensen reageerden. Ja, maak je niet zo druk. Het zal toch wel meevallen. En homoseksualiteit is ook een beetje vies. Zo eigenlijk. You made me sound like I'm the enemy. I'm beginning to think that you and your straight world are our enemy. I'm furious with you. En door het stuk heen, omdat ik daar natuurlijk, ja, mijn broer en ik kunnen niet los van elkaar. Mm-hmm. Dus we blijven aan elkaar geplakt. En daardoor zie ik uiteindelijk wel in dat het ernst is en heel erg is. En dat we eigenlijk met z'n allen veel eerder daar wat aan hadden moeten doen. Jij speelt Tommy Boatwright. Wie is hij? Hij is een jongen. Ik heb het idee dat hij nogal flamboyant is. Zit bij de groep die probeert die AIDS-epidemie tegen te gaan. Of op de, in beeld te brengen. En start onder andere een hotline op. Een telefoonnummer waar mensen heen kunnen bellen voor meer informatie. Ja. En hij is behoorlijk begaan met het hele proces. My name is Tommy Boatwright. And why don't you write that down? It's Tommy Boatwright. In real life, I'm a hospital administrator.
And I'm a southern bitch. The Normal Heart, ja. Daar speel je een dokter. Ja, ja, een dokter in een rolstoel. Weer is eindelijk is geen moeder. Nee, geen moeder. Nee, nee, deze vrouw is geen moeder, nee. Zij zit in een rolstoel en zij heeft op jeugdige leeftijd heeft ze polio gekregen. En zij is enorm bezig met het feit dat er zoveel mensen binnen haar praktijk komen die allemaal verschijnselen krijgen en ziek gaan. Mm-hmm. En allemaal, ze kan het niet duiden, maar ze heeft het gevoel dat er iets is van een iets wat de epidemische vormen gaat aannemen. En dat het zich voor echt wel tot de homo's in de homo-scene rondwaart. Mm-hmm. Dus zij probeert zich enorm sterk te maken om mensen wakker te schudden van pas op, volgens mij is het een seksueel overdraagbare ziekte. Ga proberen elkaar wakker te schudden. En zij probeert niet alleen in de homo-scene, maar ook in de medische wereld, politiek gebied, probeert ze iedereen te zeggen van kom op jongens, doe hier iets aan, want dit is iets gruwelijks aan de hand. How you doing? I'm Mothman. It's Kessler in San Francisco. Louder, Harry. It's a madhouse in here. None of the volunteers showed up. Ik heb wel wat met die hele fase. Het is namelijk een periode waarin ik geboren ben, maar eigenlijk niet zoveel van mee heb gekregen. Uh-huh. En er zijn hele belangrijke dingen gebeurd, zoals dit. Dit is gewoon een onderwerp wat cruciaal is, denk ik, om regelmatig te blijven aansnijden, zodat mensen op de hoogte blijven van wat er gebeurd is, hoe dat gegaan is, vooral de manier waarop. En dat verhaal kunnen we nog steeds vertellen. En dus daarom vind ik het eigenlijk nog wel relevant dat we het spelen. Ja. Als die ziekte niet meer zou zijn of leeg te genezen zou zijn, dan zou het een heel ander verhaal zijn. Maar dat is niet zo. Het feit is dat het veel makkelijker behandelbaar is. Überhaupt behandelbaar. En dat wil zeggen dat heel veel mensen er veel relaxter mee omgaan en de problematiek wat minder groot is. Maar goed, als je het hebt en je wordt ziek, is het net zo erg. Dus het is belangrijk om je daar bewust van te blijven. Do you think that it is my good fortune to have the privilege of watching young men die? En het stuk zelf, is dat 2,5 uur strijd? Nee, helemaal niet. Want er zit heel veel humor in het stuk. Mm-hmm. Het gaat... Waar zit dat dan in? Nichtenhumor? Ook. Ja? Nee, er zit nichtenhumor in. Ja. Er zit humor, zoals de Joden zeggen, lachen om niet te huilen, zit erin. En dat is prettig en dat is een verademing. Maar het gaat ook over liefde tussen broers. Het gaat ook over een man die opeens geconfronteerd wordt met een andere man die verliefd op hem wordt en die helemaal niet weet hoe hij ermee om moet gaan, omdat hij de liefde eigenlijk tot die tijd niet gekend heeft. Ja. Het gaat ook over hoe je jezelf door het leven heen ploetert. Harry, give us another one playback. Philip, can you hold on? Yeah. Graciela, you tell Senor Hiram, I've been holding for Diaz Minutos and he called me. See. Vraag je jezelf wel eens af, als ik in dat schuitje zat, in welk kamp zou ik zitten? Ja, ontzettend. Ja. Ben jij heroïsch of ben jij de Bruce Niles? Niet de Bruce Niles, denk ik. Want ik doe, volgens mij heb ik de laatste tijd redelijk praat voor mijn gevoel heel veel over seksualiteit, over homo zijn. En dat heeft veel met mijn werk te maken. Dus ik denk dat ik me op die manier wel laat horen. En als ik dat niet zou kunnen, dus als ik een soort van in de kast, of als ik mezelf daar niet relaxed bij zou voelen, zou ik denk ik niet de dingen maken die ik nu maak. Ja. Dus op mijn manier vecht ik ook op een heel ander niveau. Ik ben uit de tijd ook nog dat opeens er was. Ja. Hoe heb je ermee gedeeld dan? Hoe heb je ermee gedeeld? Ik ben nooit buddy. Je bent doorgaan leven. Ik ben doorgaan leven, maar je bent je wel bewust geworden. Op een gegeven moment bleek waardoor het kwam. En waardoor je het echt kreeg. En niet door een hand en niet door uit hetzelfde kopje. Maar dat het seksueel overdraagbaar is en het met bloed te maken heeft. En dat soort dingen. Dus jouw oplossing was kennis vergaren? Was kennis, ja. Dat heb ik me zeker wel afgevraagd. En ik denk eigenlijk dat ik heb ongelooflijk veel bewondering voor Larry Kramer, waar het personage van Frederik ook grotendeels op gebaseerd is. Dat iemand zo de noodzaak kan voelen en zo zichzelf de barricade opwerpt om zich hard te maken. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat had gedaan. Ik zag hem op de laatste Tony Awards uitreiking nog. Dan zagen we 3 seconden van zijn speech. Die man is nog niet uitgestreden. Nee, sterker nog, die staat nog steeds pamfletten uit te delen. En ja, dan zouden we meer van dat soort mensen moeten zijn, denk ik. Ik kijk naar je prachtige cast. Toch is een aanmerkelijk deel musical acteur. Kijk naar Oren, Freek Bartels. Is dat een bewuste keus geweest? Er wordt geen noot in gezongen. Nee. Ik zei het, nee.
Dat is raar. Het is dat je het nu zegt. Nee, Oren is voor mij niet per se een musical acteur. En na vandaag, zeg maar eventjes, is Freek dat ook niet alleen meer. Ik bedoel, een acteur is een acteur. Juist. We hebben mensen als Hajo Bruins die bij Toneelgroep Amsterdam vandaan komen die in musical staan. Dus die scheidslijn zou ik sowieso niet zo snel willen maken. Nee, ik heb gekozen voor een cast omdat ik het stuk belangrijk vind. Het is een heel mooi stuk met hele mooie rollen voor een zo breed mogelijk aansprekende cast. Ik ben uit mijn comfortabele zone getrokken, zeg maar, door dit te gaan doen. En dat is iets wat ik als artiest volgens mij het allerlekkerst vind. Als iemand, een regisseur of door middel van een voorstelling, dat je weer een heel nieuw gebied bevindt. En dit was voor mij de eerste keer dat ik uitvoerend alleen maar teksttoneel ben gaan doen. Heb je nooit stiekem geauditeerd voor musical? Zeker wel. En vaak, en dat was vaak een nachtmerrie. Eén keer ging het wel redelijk en toen was ik ook aangenomen. Maar toen bleek ook toch na het repeteren of tijdens het repeteren dat de zang echt niet... Dat er een aantal dingen gewoon essentieel niet goed zijn. Waardoor ik wel vooruit ging, maar niet zodanig dat ik echt kon spelen en zingen. En dat heb ik me nu bij neergelegd. Laat ik je troosten. In Tarzan speelde Arie Rustenburg de Sterren van de Hemel. En hij zong ook geen noot. Echt waar? Dus het kan. Was het ook een beangstigend avontuur? Nou, ik vond de eerste lezing vond ik doodeng. Ja? Dan dacht ik, oh god, Harriet de Tol, Frederik Brom, Job Groschout. Het geweld van je medespeler. Dan kom ik en dan ga ik naar een tafel zitten en dan moet ik ook een stukje lezen. Ik vond het bloednerveus. Maar in Joseph moest je toch ook bang zijn spelen? Ja, maar dat is een anders bang zijn. Het is het mooie van het spelen met tekst is dat het... Dat is, je zit iets minder vast aan afspraak. Het is gewoon net wat actueler. Je kan gewoon, zoals wij nu een gesprek hebben, dat is wat er dan gebeurt. En het zit in musical ook absoluut wel. Alleen daar zijn de dingen vaak wat aangezet. Of heb je muziek waar je natuurlijk aan vast zit... Wat heerlijk is en wat ik ook nog steeds heel graag doe. Maar ik merk wel door dit te hebben gedaan en nu er weer mee aan de slag te zijn. Dat ja, voor mij is het alleen maar een soort verrijking. En hoop ik hier weer iets van mee te nemen naar een volgende musical en andersom. En het smaakt heel erg naar meer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben vroeger, toen ik denk ik 11 was, 10 of 11, naar Les Misérables geweest. Ja. In Carré, kan ik me nog heel goed herinneren. De Paul de Leeuw versie. De Paul de Leeuw versie. En daar was ik ontzettend van onder de indruk. En dat is eigenlijk de enige musical waar ik tot nu toe ontzettend van onder de indruk ben geweest. Voor de rest is het sukkelen voor jou. Ja, ik ga niet zo heel vaak, laat ik het zo zeggen. Dat is... Je kunt altijd zeggen dat je geen tijd hebt. Ja, ik ben gewoon niet zo'n liefhebber. Ja. Ik vind het nog steeds moeilijk dat als mensen met elkaar praten, dat dan één iemand op een gegeven moment besluit te gaan zingen. Wat toch in een musical een vrij bazaal gegeven is. Maar dat vind ik nog steeds lastig. Maar dat is gewoon, ja, ik ben een toneelacteur. Thijs Reumer klaagde net dat in musicals mensen op de raarste momenten in zingen uitbarsten. Hoe vind jij dat? Ja, ik accepteerde dat het wel. Nee, ja, het is een ander... Nou, niet een totaal ander medium, maar het is wel een ander medium dan toneel. Nou, ik ga wel bij het M-Lab aan de slag volgend seizoen. En daar hoef ik ook geen noten zingen. Welke datum moet ik blokkeren in mijn agenda? Dat première is 1 oktober. Dat red ik nog net. Ah. Als je ooit de kans krijgt om in een musical te staan. Ligt eraan hoeveel van de partijen die gezongen worden hoeft door mij gezongen Billy worden. Elliot te spelen. Ik heb laatst auditie gedaan voor Warhorse. Dat is geen musical, want er wordt ingezongen. Jij werd, maar ik vond de auditie behoorlijk, ja, naar mijn idee, musical-achtig. Ja. Maar ja, je kent de producent, hè? Ja, ja, precies. Die zingt, die barst zelf in zingen. Ja, precies. I'm furious with you. And with myself. And with every goddamn doctor who ever told me I'm sick. And interfered with my loving a man. I'm trying to understand why nobody wants to hear that we're done.